deze beelden zijn met toestemming van de uitvoerder van mij. En mogen ook op social media plaatsen, dus dat jullie wel even weten dat we die toestemming hebben. Bij de Zuidas. Goedemiddag. Goedemiddag. Zoals je ziet zitten we niet in het huis. Een rondleiding. Maar we zijn uitgenodigd op een rondleiding. Dus let's go. Dus we gaan hier even kijken op de Zuidas. Kijken hoe het zit met de bouwwerksmede. Ja. Dus we gaan even kijken. Ook uitgezien. Ook uitgezien. We hebben net veiligheidsinstructies gehad. Klopt. Nu, duidelijk. Nu gaan we naar de... Wauw. Even kijken. Ik ben benieuwd. Yes. We moeten nu stilstaan. Want er gaat een hijsklus gebeuren hier. En dan mogen we even niet doorlopen. Doorlopen in verband met veiligheidsregels. Ja. We hebben een man met een hesjes en zo. En die met zo'n groene. En dat is een BNG'er. Bouwplaat hier achter ons langzamerhand eronder wordt geschoven en daardoor is er dus een stremming. Zijn er dus spoor 3 en 4 zijn dus in gebruik en spoor 1 en 2 niet. Wij gaan nu even verder kijken in ieder geval. Dus. Is dat al? Ja. Nou jongens, we zijn nu op het dek inmiddels. Ja. Zometeen gaan jullie zien dat stuk wat ertussen wordt geschoven. Dat ligt over de puin en de andere kant. Ja. Dus dat shotje gaan jullie nu zien. Nou, ze gaan nu die brug hijsen. Daarheen. Vorig jaar zijn we 11 dagen dicht geweest. Dus. En in die 11 dagen. Ja. Dit is de uitvoerder. De woordvoerder. Hè? Ja, de woordvoerder. Waar staan we eigenlijk hier? Ja, we staan nu eigenlijk op een stukje A10. Als je, dit wordt straks die kant uitgeschoven. Dit stukje, ik zeg wel stukje, maar het is wel ongeveer 4 miljoen kilo. En dat moet meer dan 30 meter die kant uit worden geschoven. Dus je praat wel over een hele serieuze operatie. Hè? Dat gebeurt met behulp van die gele vijzels die hier zitten. Dat valt daar. Het zijn er 3 in totaal. En die gaan straks heel hard duwen. En dan telkens met slagen van 80 centimeter per keer gaan ze dan vooruit. En dat levert de snelheid op van 8 tot 10 meter per uur. Heel bijzonder. Dus wat we daar zien, dat is het andere dek. Daar komen straks weer de treinen over. Dat is waar nu de... Ja, waar die heren staan, daar rijden de treinen straks. Die moet als eerste die kant uit worden geschoven. Die is bij elkaar 3 miljoen kilo. Oké, okay, en hoe is die hier voor ons ligt? Deze is 3 miljoen en wij staan op 4 miljoen. Oh, wij staan, hier dus 4 miljoen. Ja, en wij staan nu eigenlijk midden op de linkerstrook als je het we staan hier gevaarlijk. Ja, dit wordt waar wij nu staan wordt dus de A10, als ik het absoluut goed begrijp. Absoluut, ja, er komt natuurlijk wel weer asfalt en strepen en weet ik veel wat allemaal op, maar het wordt de A10. Dus, oké, bijzonder. En dan tijdelijk, want in de toekomst gaat de A10 nog onder de grond. Oké, dus dat gebeurt ook nog? Ja, maar dat is voor verder weg. Dan praten we over meer dan 10 jaar. Ja, ik wou vragen, wanneer is dat? Ja, dat duurt nog even. Dus dat is pas in 2000? Ja, 2034, 2035. Aan beide kanten gaat hij dan onder de grond. En dan krijg je ook een verbreding. 4 rijstroken rechtdoor en 2 voor het verkeerde af. Okay. Dus dat is ook een heel belangrijk project voor ons. Dat geloof ik wel. En met hoeveel man zijn jullie hier? Ja, we zijn hier aan de slag op gemiddeld 200 man tegelijk per dienst. Dus ongeveer 200 man zijn volop aan de bak. En dit gaat 24 uur door. Dus de ochtend, middag, avond, ja, allemaal shifts. Ja hoor, de hele nacht door. En het leuke is, je kan op zuidasdok.nl kan je het precies zien. Kan je de webcam, die zit daarboven. Op dat gebouw, daar staat hij. Daar bij Baker McKenzie. Daarboven dus. Ja. En die wijst recht op dit hele gebeuren. Dus je kan het zelf in de gaten houden. Dus is ook zeker te volgen online via YouTube? Ja,
via de Bouwcamp. Ja, ik kan gewoon zuidasdok.nl zien. Zuidasdok. Bouwlife.nl mag ook. Dat, ja, daar is dit ook te zien dus in ieder geval. En ze zijn nu de brug gaan te aftillen, dus dat betekent dat het, dat is daar dat het schuiven gaat beginnen. Kijk, ik zie de, ze gaan zich positioneren bij de vijzels. Ook hier zijn inderdaad drie. 1, 2, 3. We gaan het meemaken. Nou, het stuk van de A10 moet met R5 van die gele schuivers verschoven worden. Want die weegt natuurlijk meer. Het mooie van het ontwerp is ook dat de dak, zonnepanelen en het groen. En daar heeft een mevrouw ons net uitgelegd, die ons, mij in ons geval, heeft uitgenodigd. Die staat hier achter me. Beetje buiten beeld, hier. Hoi. Hoi. Dus die heeft mij dus uitgenodigd en hebben dus Chantal meegenomen. En we hebben dus wat dingen uitgelegd gekregen die jullie net zagen. En we staan dus bovenop de A10. We staan dus bovenop het gedeelte hier van de A10. Ah. En we gaan zo meteen kijken naar het schuiven van het spoor. En, van dat, het is, en dat gebeurt 10 meter per uur. Dus morgenochtend... Een metertje per uur. Nee, 10 meter zijn hier. Ah, ja. Hij zei het in ieder geval het vorige shot. Maar in ieder geval zo legt hij het uit. En dan is het op een gegeven moment morgenochtend ergens. Ligt het daar. Ja, drie uur later vanavond, maar dan zijn wij er niet meer. Dus, en dan ligt het aan de andere kant. Ja. En dat gaat het hele weekend zo door, want spoor 3 en 4 zijn hier gestemd. Nee, 1 en 2. 3 en 4 zijn hier gestemd. Oh ja, 1 en 2 zijn gestemd. 3 en 4 zijn hier gebruikt. Slimboom. Ja, maar wij gaan in ieder geval kijken. Dus we starten hier zo meteen met verplaatsing. Plaatsen. Wij gaan kijken. Dus, let's go. Daar komen ook beelden van. Hier bij de Zuid is het wel een af- en aankomen van treinen en metro's. Dus ja, ik vermaak me hier wel. Hoe vind je dit? Leuk. Ze zijn nu begonnen met proberen dat ding op zijn plek, die hele massa te duwen. Te duwen. Moet je maar kijken. Met 80 centimeter per slag. Klopt. Gaaf. Moet je kijken. Wij worden dus blijkbaar gezien als tips. Klopt. Heel leuk. Maar wij staan dus op het exclusief gedeelte. Ja. En ik heb net een shotje laten zien van de belangstellenden aan de overkant. Blijkt dat er ook een rondleiding is voor omwonenden. En wij zijn dus tips. Voor de echt van heel dichtbij te zien uitgenodigd persgedeelte. Heel gaaf, dus. En wij als treininfluencers, zoals je dat noemt. Ja, wij zijn treininfluencers. Zoals jij zegt. Ja. Maar we mogen een kijkje achter de schermen nemen. Heel mooi. Dus, zoals je ziet, dit kan je dus ook gebeuren als je je hobby uitvoert. Ja.
hoor dus net van de man die ik eerder sprak, dat dus inderdaad... rekening mee wordt gehouden. Van het ontwerp, eventuele doortrekken van de Noord-Zuidlijn richting Zuid. Schiphol. Vanaf Zuid, richting... Schiphol. Nader te bepalen, maar waarschijnlijk Schiphol. Nou, ik heb mijn petje weer op. We zijn weer normaal. En dit was echt heel gaaf. Dit was echt spontaan uitnodiging. Ja, we hebben dank begrepen. Je wel voor, trouwens. Ja, dank je. We hebben begrepen dat dat stuk wat nu verschoven wordt om 10:00 vanavond. Als het goed is, op zijn plek ligt. Ja, nee, dan moet het op zijn plek liggen. Oh ja. Dus. Dan ja. Moet het op zijn plek liggen. Nu. Ik ga even wat drinken halen. Ja, helemaal goed. Hier ben ik natuurlijk al aan de overkant. Nou, u? Ja. Metro. Wij gaan zo met de metro, we gaan alles filmen, ook onze terug naar huis. Ja. We gaan eerst even wat halen, ik ben de to-go. To-go? Oké. Okay. Als die nog open is, dan weer. Ja, to-go is open. We hebben Amsterdam Centraal gevonden. En hoe? Met de Noord-Zuidlijn. René is er ook bij. Ja. René is er ook weer bij. Ja. Hoi. Hoi. Groenwillentreintje. Die komt eraan. Nee, die staat daar. Die is ook. Oh, die staat daar. Oh, ik dacht. Maar er komt zo nog een slaaptrein, hè? Er komt zo nog een slaaptrein, die gaan wij ook even kijken. Echt in Berlin. De Euronight sliepen naar Berlijn. Gaan we even spotten, zoals wij dat onderling noemen. Bekijken. Even bekijken. Voor degene die er niet. Foto's maken. Voor wie er niet bekend is met ons hobby. Even kijken. En ondertussen krijg ik een snoepje in mijn mond geduwd. Dat betekent dat je bek moet houden. En jij dus ook. Denk jezelf ook even. Jezelf ook. Hou jezelf ook in. Let's go. Thank you.
Oh ja, afsluiting natuurlijk. Ja, wie hadden we op de 3078? Wie hadden wij? Machinist Stefan. Dus, ja. Van Alkmaar naar Alkmaar Noord. Ja, en? En, hij maakte nog even op Alkmaar Noord tijd om een foto te maken. Want hij was 4 seconden... Speciale omroep. Voor de speciale fans... Liefhebbers. Of liefhebbers. Voor de speciale liefhebbers, u kunt ook uitstappen op Alkmaar Noord. Ja, zoiets. Heerlijk. Dus, dit was onze vlog over de Zuidas en al die pleinen. Wij zijn weer, pleinen. Zoals je ziet, thuis. Alkmaar. / Alkmaar Noord. Yes. We waren 4 seconden te vroeg. Yes. Cool. Dit helder kan ook te vroeg zijn. Want de volgende heeft +15. Maar bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. En... tot de volgende keer. Like, subscribe. Geef me speen terug. Like, subscribe. Liken, reageren, abonneren. En tot de volgende. En volg ons op Instagram, zou ik zeggen. Trainvlogs. Train Alkmaar vlogs. Ja. Yes. Volg ons. Tot de volgende. Tot de volgende. Voor de gemak staat die in de beschrijving. Ja, yep. Tot de volgende.